Albert Dijkgraaf, SGP. Wat is het verschil tussen de regering en de Tweede Kamer? Hier zitten 150 Kamerleden en als wij iets aan de orde willen stellen, dan nodigen we de regering uit om haar standpunt te geven en dan debatteren we erover. Maar uiteindelijk wordt hier beslist door het volk, want die Kamerleden zijn allemaal gekozen door het volk, wat de regering zou moeten doen. Wat is dualisme? En je hebt de regering, je hebt het parlement en dat ze niet op elkaars stoel gaan zitten. Ja, het mooiste is dat zichtbaar net na de verkiezingen. Mark Rutte bijvoorbeeld zat in de Tweede Kamer. Was Kamerlid, gekozen door het volk. Vervolgens komt er een regering. En dan is de regel, als jij in de regering komt, minister wordt of minister-president wordt of staatssecretaris, dan mag je niet tegelijkertijd Kamerlid zijn. Dus hij is ook uit de Tweede Kamer gegaan, samen met een aantal anderen. Waarom? Omdat we nou juist dat dualisme hebben. We willen dat die Kamerleden de regering controleren. En als je allebei zit, ja, dan zit je jezelf te controleren. Dat wordt natuurlijk niks, want je bent het met jezelf eens. Wat betekent coalitie en oppositie? De coalitie, dat zijn de partijen die de regering steunen. Die hebben samen een regeerakkoord onderhandeld. En samen afgesproken wat ze in die regeerperiode gaan doen. Dat is de coalitie. De oppositie staat aan de andere kant. Die maakt geen deel uit van die regeringspartijen. Dat zijn de partijen die de regering steunen. En hebben dus ook geen akkoord afgesproken in de vorm van een regeerakkoord of in de vorm van een gedoogakkoord. Eigenlijk vind ik dat alle 150 Kamerleden niet zozeer moeten kijken, ben ik nou coalitie of oppositie? Nee, wat zijn de voor- en nadelen van wetsvoorstellen die de regering doet? En als de voordelen groter zijn dan de nadelen, dan moet je ermee instemmen. En als de nadelen groter zijn dan de voordelen, dan moet je zeggen, het spijt me zeer, maar het gaat niet door.